Vrije trap Utrecht. Witsel. Nascimento. Wesp. Mogelijkheid voor Van Loen als die Mols weet te vinden. Dat vindt hij. En Mols scoort en brengt Utrecht op voorsprong. Verdedigingsfout achterin bij AZ. Onvoldoende rugdekking. Mols is weg en wordt gevonden door Van Loen. 0-1. Kruse. Kort gedekt door Witsche. Heus. Van der Brink. Van der Net. Blok van Opdam. Die neergelegd wordt door Van der Net. Vrije trap Kruisen. Die zoekt het hoofd van Hes. Een prachtige gelijkmaker. 1-1. Een fluwelen trap van Kruisen. Precies op de kop van Hes in de lange hoek. 11e minuut 1-1. Witsche. In de ruimte gespeeld. Mols die een goede controle heeft en kan scoren. Goede redding van Moens. Mols is een voortreffelijke spits in het strafschopgebied. Hele goede controle bij deze moeilijke vallende bal. De Jong op snelheid. Herkansing voor De Jong. Moens. Nascimento onder druk gezet. Smit. AZ kan niet profiteren. Mols. De Jong. Witsche is de vrije man. De Jong ziet het niet. Kiest voor de buitenkant voor Boussata die de tweede helft speelt voor Van der Brink. Wint het duel van Hesp. Redding Moens. Schot Mols en weer redding Moens. Hesp doet de rest. Touheru achter de man gespeeld. Mutsaars nu. Witsche verdedigt met de punt van zijn schoen. Corner Opdam. Met links draait in. Daar is Snijders en daar is ook Mutsaars. En de redding van Ponk. Van Zetten, nieuwe corner van Opdam. Zelfde recept. Weer Mutsaars. En daar is de goal van Wijker. Corner van Opdam. Iedereen let op Mutsaars. En plotseling is daar de centrale verdediger Peter Wijker. En die kopt de bal in de lange hoek. 2-1 AZ. Boussata. Maakt snelheid, zoekt het duel op met Hesp, speelt hem uit, legt de bal niet goed terug. Goed opgesteld overigens van Wijker. Dan legt Hesp Boussata neer. Protesten van Utrecht richting scheidsrechter Jol. Protesten om een penalty. Ja, het is een overtreding van Hesp binnen het strafschopgebied tegen Boussata. Nascimento. Hesp. Een Turk. Mutsaars. Vrije man is Kooijman. 10 minuten nog. In de achtervolging Hernandez. Latuheru. Kooijman op de penalty stip. Goeie kopstoot. Goeie redding op van Pomp. Via de lat. Huizen. Einde kans AZ. Corner Robbenmond. Daar komt Hofstede. Daar is Hernandez en de redding van Moens. Huizen. Omdat Utrecht aanvalt in de laatste minuten, is er ruimte voor AZ om het karwei af te maken. En dat doet Dick Kooijman. AZ
AZ maakt goed gebruik van de ruimte waar Kooijman in loopt en hij beslist 3 minuten voor tijd de wedstrijd. AZ boekt zijn tweede overwinning, 3-1 in een wedstrijd waarin veel strijd zat, maar weinig kwaliteit was. Waarom?